Hallo allemaal, welkom bij het kanaal van Lucky Bastard. Oké, even een melding. Hallo allemaal, welkom bij het kanaal van Lucky Bastard. Vandaag ben ik hier bij jou opnieuw voor de trekking van de prijzen die ik ging uitdelen. Ik moet nog een aantal dingen zeggen vooraleer dat we van start kunnen gaan. Een paar regels die ik toch wel in kan wil kruiken gieten. Maar ik moet ook natuurlijk erbij zeggen, op mijn erewoord, deze trekking is eenmalig gebeurd. Er is niet gevoeteld, ook al ga ik... Enkel de hand laten zien, want de persoon die de trekking wil doen, wou niet in beeld komen. Dus, je zult me moeten geloven, ik speel hier niet vals. En ook niet bij andere spelletjes trouwens. Maar, eerste regel. Stel dat ik twee keer dezelfde naam trek, of dat er voor twee verschillende prijzen dezelfde naam wordt getrokken. Dan ga ik toch vragen dat die persoon moet kiezen tussen welk van de prijzen die wil krijgen. Dat zou kunnen natuurlijk, dat je zowel in mijn YouTube-bakje als in mijn Facebook-bakje zit... En dat je misschien ook nog hebt meegedaan met een originele comment. Ja, dan ga je toch moeten kiezen welke van de prijzen je wil. En ik ga ook een aantal backups trekken. Die ga je niet zien in deze video. Maar die zijn ook wel gefilmd. Dus ik kan dat altijd nadien nog bovenhalen, als dat nodig zijn. En die backups maken dan kans. Moest de winnaar een van de prijzen niet willen kunnen. Of omdat die regel er is. Ja, inderdaad niet kunnen innen. Goed. Verder, bij YouTube ga ik twee namen trekken. En de eerste winnaar, dat is niet per se de eerste die eruit komt, maar het kan ook de tweede zijn, want ik ga kijken naar wie is al langs geabonneerd. En die heeft de eerste keuze uit deze volgende vijf spellen. Dus dat zijn deze. Die heb ik nog niet allemaal gereviewd. Buiten deze heb ik ze eigenlijk nog niet gereviewd. Moest u daar willen van gebruik maken, kan ik ze wel nog. Ze zitten nu nog allemaal in verpakking, maar ik kan ze eventueel al... uit verpakking halen, spelregels uitleggen voor jullie speciaal en dan pas opsturen, maar dan moet jullie zelf maar beslissen. Degene die als eerste uit de bus komt, degene die al langst geabonneerd is van de twee, die mag er twee uitkiezen en de andere drie gaan naar de tweede winnaar. Dus eigenlijk altijd, ja, je krijgt een spel meer als je tweede winnaar bent, dus dat is ook niet zo erg. Deze spellen worden gesponsord door Oberon, waarvoor dank opnieuw Oberon. Mensen van de Oberon. Ik ga geen namen noemen. En dan hebben we de Facebookprijs. Dus dit potje. Dan ga ik één naam uittrekken. Die wint het spel Jungle Brunch. Dat wordt gesponsord door het Spelhuis. En last but not least hebben we nog twee leuke prijzen voor de origineelste comment. Maar daar kom ik later op terug. Eerst gaan we deze trekking doen. Laten we eens kijken. Dus, eerste take. Facebook, winnaar. Mijn hand. Ja. Een eentje. Wie is de winnaar? Johan Vermeulen. Johan Vermeulen. Dus de winnaar van onze Facebookprijs, Johan Vermeulen. Proficiat, u wint Jungle Brunch. Als je hem wil ophalen, dat kan zowel in het Spelhuis als in de Oberon, als in Bazinga, of eventueel op een spellenbeurs waar ik ook aanwezig ben. Je moet het maar laten weten, ik kan ze natuurlijk niet op alle drie plaatsen tegelijk achterlaten. Dus je moet een beetje voorhand aankondigen natuurlijk, dat spreekt voor zich. Dan gaan we over naar de winnaar van de YouTube-prijs. Dus nu take 1 voor YouTube. Hier moet je twee winnaars uittrekken en twee backups. Ja, niet als ernaast gooien. De eerste winnaar, laat maar zien voor Danny de camera. Danny van de Danny van Haveren, oké. Okay. Die gaan er terug in. En nummer 2. Goed schuffelen. Eentje. Valke Bart. Valke Bart. Dat zijn de twee winnaars. En aangezien Valke Bart, of ja, Danny van Haveren al veel langer geabonneerd is, mag die als eerste kiezen uit de prijzen.
Dus we hebben twee winnaars. De eerste winnaar is Danny van Haveren, omdat hij al langer geabonneerd is. Dus hij mag als eerste uit de spellen van de Oberon kiezen welke hij wil. Dus hij mag er twee uitkiezen. Ik zal de naam nog doorsturen. En de tweede mag de drie andere krijgen, dat is Valke Bart. Ik ga jullie, met jullie proberen contact op te nemen via YouTube, dus hou dat in de gaten. Ik heb al drie mensen gelukkig mogen maken met prijzen. Maar last but not least hebben we de spelprijzen van Bazinga. Die zijn gebaseerd op de comments die mensen hebben gegeven onder deze video op Facebook of op YouTube. En dat heb ik door een neutrale persoon laten beoordelen die niet wist wie wie was. En die heeft er de grappigste uitgekozen. Dus dat heb ik zelf niet gekozen. Maar de prijzen die te verdelen zijn, zijn The Golden Age en Explorers of Ixalan, als ik dat goed zeg. Dus een van deze twee prijzen, naar wie gaan ze? Dan moet ik ook weer baseren op wie is al het langst geabonneerd. En als eerste mag kiezen is degene die, ik weet het adres al waar ik naartoe moet versturen. Want dat is Otti, de tweede geloof ik. En ja, ik zal het maar opsturen naar de Koekstraat in Melle zeker. Maar het is wel nummertje 70 om correct te zijn, om volledig te zijn. Maar goed, dat doet er niet toe. En dan de tweede prijs, die gaat naar iemand die net als ik geen excuus nodig heeft om een spel te spelen. Dus ik weet niet welke van de twee Otti gaat kiezen, maar degene die overschiet, die is voor jou genaamd, wat is je naam weer? Seton35. Oké, ik ga proberen met jullie contact op te nemen via YouTube. Ben je niet meer gelukkig dit keer, in de toekomst ga ik nog wel vaker proberen spelprijzen weg te geven. En ik ga dat meer proberen te doen bij het spel zelf. Dus als je naar een speluitleg kijkt, ga ik proberen daaraan toe te voegen van oké, je kan dit spel winnen op die en die manier. Maar dat is toekomstmuziek. Volgende keer hopelijk meer succes en blijf vooral spelen. Bye bye.